Oké, okay, hallo. Um, ik ga even kort deze oefening uitleggen met de birthday card, zoals we al gezien hebben in de les. Hè. Um, dit is al een stuk dat opgebouwd is en dat ik jullie cadeau geef. Maar eigenlijk om die kaartjes in te vullen uh, moet je wat naar beneden scrollen. Ja. Dus hier het getal 1, dat is een macht van 2, namelijk 2 tot de 0 dat is 1. Dus uh, enkel hier deze waarde moet je ingeven en dan krijg je direct 1. Om 2 te bekomen, dat is ook een macht van 2, dat is 2 tot de eerste. Dus 2 tot de eerste, enkel deze invullen, en dan heb je de direct 2 als oplossing. Om 3 te maken, moet ik 1 plus 2 doen, dus dan ga ik deze twee blokjes hier kleuren, en klaar. 4 ja. is uiteraard weer een macht van 2, namelijk 2 tot de tweede, dus hier moet ik enkel dit blokje inkleuren. En dus nu het principe is iedere keer hetzelfde, excuseer, is iedere keer hetzelfde, als ik nu zeg getal, ik zal even naar beneden scrollen. Als ik nu zeg getal 11, ja, dan vraag ik mij af wat is de grootste macht van 2 die ik in 11 kan stoppen. En ze staan hier bovenaan, dus je hoeft eigenlijk gewoon maar te kijken. Dus 8 is de grootste macht van 2 die ik erin kan stoppen. Klaar. Oké, okay, 11 min 8. Ik heb nog 3 over. Wat is de grootste macht van 3? De grootste macht van 2 die ik in 3 kan stoppen. Ja, 2 tot de eerste kan ik daar nog in stoppen. Zo, deze. Vandaar dat die gekleurd is. Ja. En nu uh, heb ik nog 1 over. 3 2 is 1. Dus wat is de grootste macht van 2 dat ik daarin kan stoppen? 2 tot de 0. Dus om 11 te vormen heb ik deze 3 nodig. 2 tot de derde plus 2 tot de eerste plus 2 tot de 0 is inderdaad 11. Oké. Okay. Een ander voorbeeld, en dan zal dit duidelijk moeten zijn. Ik ga hier naartoe. 22. Wat is de grootste macht van 2 die ik bij in 22 kan stoppen? Dat is 16. En ik zal even kijken of ik hier snel kan kleuren. Ja, dat kan ik. Uh, maar niet zo van hoeken. Uh, start, eventjes deze vastzetten en dan naar beneden scrollen. Oké, okay. dus 22. Waar is mijn emmertje? Daar. En ik maak hem groen. Dus ik heb al 16 hierin gestopt. Ik heb dus nu nog 6 over. 22 min 16 is nog 6 over. Dus nu vraag ik hoeveel, van welke macht van 2 is de grootste macht die ik erin kan stoppen. Wel, 8 kan ik niet in 6 proppen, dus 4 is de grootste macht. Dus, zo. Nu heb ik al samen 20 genomen. Of dus, anders gezegd, van 6 trek ik 4 af, ik heb nog 2 over. Nog 2 over. De grootste macht van 2 die ik erin kan stoppen is 2 tot de eerste. 2 min 2 is 0, dus ik heb niks niet meer. Dus dit hier is mijn ontbinding in machten van 2. Namelijk 22 is 2 tot de vierde, plus 2 tot de tweede, plus 2 twee tot de eerste. Controleer, 16 plus 4 is 20, plus 2 is 22. Dat klopt. Oké. Okay. Als je nu al deze ontbindingen hebt gemaakt, dan kun je beginnen met deze tabel in te vullen, namelijk je kijkt naar het nummertje dat hier bovenaan staat in de exponent. 0, 1, 2, 3, 4, 5, enzovoort. En al die waar een kleurtje voor gekozen is, die ga je invullen. Dus even terugscrollen naar mijn 22. Hè. 22, die heeft een 2 tot de eerste, een 2 tot de tweede en een 2 tot de vierde. Dus ik moet het getal 22 drie keer noteren. Eén keer op kaart met nummer 1. 1 keer op kaart met nummer 2 en 1 keer op kaart met nummer 4. Dus 22 zal hier ergens in deze tabel voorkomen. Ik zet ze nu willekeurig ergens. Hè. Uh, kaart nummer. Even niet goed wakker. 2, voilà. Ja, 22 moet daar. En kaart nummer 4, hoppa. Oké. Okay. En dat is de manier waarop je deze tabel aanvult. Nu, het kan zijn, ik denk dat ik één rij te weinig voorzien heb, uh, dus dat je hier aan 59 of zo gaat stoppen. Je mag nog uiteraard verder doen totdat je 63 hebt, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar dus dit is de manier waarop je deze tabel moet aanvullen. Ik hoop dat het bij deze duidelijk is. Veel succes ermee.